eer niet voor hebt. Een leeftijd ook die je eer geeft. En dat is wat ik vanavond kom doen namens het gemeentebestuur. Want ik zei het al even, ik ben hier om u en uw koor te onderscheiden. Apart te stellen van andere koren die in die leeftijd niet bereikt hebben. En dat gebeurt in de gemeente Almelo met het toekennen van de stadspenning. Dat gaat wethouder Ten Seldam u aanreiken. Ja, meneer bestuur. Dit is de oorkonde, mag ik die overhandigen en dan komen we door mij. En ik zou graag een applaus willen hebben voor de Sint-Stevens. Ja, dat is de stadspenning van de gemeente Almelo. Ter ere van ons 100-jarig bestaan, althans van het mannenkoor. De dames die bestonden 30 oktober 50 jaar en de mannen 100 jaar. Dus in de gemeente Almelo zijn ze gewend om dan de erepenning uit te reiken als onderscheiding. Om die verenigingen die dus 100 jaar oud zijn te onderscheiden van de rest. Althans volgens het woordje van de gemeente of van de burgemeester. Ja, hartstikke leuk. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat zoiets gebeurt uiteraard. En dat zal ook de laatste keer zijn dat wij dat meemaken. Dus nee, het is toch wel heel bijzonder. En überhaupt dat wij dan net nu in deze jaren bij het koor zijn, dat we 100 jaar bestaan. Ja, er zijn er zoveel al voor ons geweest die er natuurlijk al lang allemaal niet meer zijn. Maar goed, dat zijn wel de grondleggers van ons koor. En dan met name professor Ossen, die dus voor 100 jaar geleden het koor heeft opgericht. Ik ben zelf 40 jaar lid, toevallig dit jaar ook. We hebben nu nog 28 leden. Maar ik moet zeggen, qua zang, we hebben in alle partijen een aantal hele stevige, goede zangers zitten. Dus het gaat nog heel goed tegenwoordig eigenlijk.